Hey, dit is Arnoud van wisbis.com en vandaag ben ik aan het afstandsbedienen. Onzichtbaar, het is net magie. Dit is een infrarood afstandsbediening en die kun je ontvangen met een TSOP 4838, klein onderdeeltje. Maar daar komt meteen een signaaltje uit. Dus alles is onzichtbaar en het lijkt wel magie, dan moet je natuurlijk wel een afstandsbediening hebben. Maar dat is tegenwoordig al geen magie meer. Je ziet licht, maar ja, dat komt door de film. In de film is alles magie. Nou, dit is het ontvangermoduultje. Of eigenlijk, het ziet eruit als een led, maar het is een heel moduultje. Die de signalen er direct uitgeeft die hij ontvangt. Dat staat hier op een klein experimenteerbordje. Het enige is gewoon 5 volt aanbieden. En op dit gele draadje zouden de gedecodeerde signalen van de afstandsbediening er meteen uit moeten komen. Kijken of we dat aanschouwelijk kunnen maken. Een beetje. Ik denk dat zal wel zo gaan lukken als ik hierop druk. Ja, duidelijk zichtbaar op de oscilloscoop daar. Kleine bittreintjes. Ik geloof van iets van 32 bits. Die op een draaggolf van zo'n 38 kHz zitten. Kijken of we dat nog een beetje kunnen samplen. Een paar signaaltjes. Even een beetje lekker drukken. Kijk eens. Daar zijn ze al. Er komt 5 volt uit en alle dalen stellen bitjes voor. Het zijn 24 bits. Oh nee, 32 bits signalen zo te zien. En dat maakt zo'n rondslingerende afstandsbediening toch nog ineens heel erg bruikbaar. Iedereen die heeft wel een aantal afstandsbedieningen van de tv en dergelijke liggen. En als je nou zo'n infrarood module aansluit op een Arduino, dan kun je met zo'n oude afstandsbediening, of als er gewoon toevallig toch niks op tv is, kun je je mobiele apparaatje of je modelletje laten bewegen. Bedenk wel, het blijft licht. Dus zodra ik bijvoorbeeld in deze ruimte een decoratieve neon aanzet of ik zet er een paar halogeenlampen op die erg veel ruis veroorzaken op de ingang van die receiver, ja, dan is het over. Dus het blijft infrarood, maar zoals Griet titulair zou zeggen, het is wondere wereld. En hier dan nog even het autootje in zijn complete vorm op een teststandaardje. De lampjes kunnen aan- en uitgeschakeld worden. Ook de alarmlichten, dan gaan alle 4 de richtingaanwijzers aan. Kun je aan- of uitzetten. Natuurlijk kan de snelheid geregeld worden. En bij het afremmen dan is aan de achterkant nog een remlichtje zichtbaar. Ook als ik achteruit ga rijden, de andere kant op, dan is het achteruitrijlicht zichtbaar. Maar goed, dat is nu niet in beeld. Hierbovenop zit een infrarood sensortje. Het valt me niet tegen qua bediening, maar ja, bij storende lichtinvloeden is het bereik wat lager. Dus ik denk dat ik nog wel ga vervolgen met wat experimenten op het gebied van hoogfrequent of andere soortige afstandsbedieningen. Nou, het sturen lukt met de juiste richtingaanwijzers. Bij het loslaten heb ik maar gemaakt dat hij weer rechtdoor gaat. Want ik heb niet echt een joystick op mijn afstandsbediening op dit moment. Maar dit voldoet uitstekend, moet ik zeggen. Verder is de encodermotor gebruikt van Fischer Techniek. Die zit hier tussen. De pulsjes van de encoder worden ook al afgelezen. Dus de afgelegde afstand, maar ook de snelheid, die weet ik inmiddels, in de Arduino althans. Ik doe er nog weinig mee, maar dat is bijvoorbeeld van belang zodra je een inparkeerautomaat gaat maken. En de inparkeerautomaat zou je kunnen maken met zo'n, dat heet Time of Flight LiDAR laserafstandssensor. Daarmee is het mogelijk om het autootje ook echt in te kunnen laten parkeren. Dus is dat nou niet leuk? Een van de toekomstige projectjes, zou ik zeggen. Hier nog even de achterzijde van het wagentje. Wanneer je achteruit gaat rijden, gaan de achteruitrijlampen aan. En wanneer je stuurt, de betreffende richtingaanwijzers. Als je afremt, dan gaan natuurlijk, dat moet ook, de remlichten aan. Ik denk dat
de keuring voor de openbare weg nog even op zich laten wachten, maar dat voor de rest redelijk aan alle voorwaarden voldaan is. Dus maar eens kijken hoe die rijdt. En de oplettende kijker heeft natuurlijk al lang gezien dat ik voor het wagentje gebruik heb gemaakt van Fischer Techniek. Ik heb me ook wel laten inspireren door een boek. Fischer Techniek Robotermiet Arduino, een Duitse uitgave. Hartstikke interessant boek voor iedereen die met microcontrollers in het algemeen, maar Arduino's in het bijzonder aan de gang wil gaan om robotarmen, robotsplotters en allerlei voertuigjes aan te sturen. Een bijna onuitputtelijke inspiratiebron, zou ik bijna zeggen. Nou, het infrarood gebeuren werkt. Wel wat gevoelig hier en daar. Ontvangertje, ja, dat kost je allemaal niks. Het komt voor een paar dubbeltjes, komt het uit China. En de spulletjes ook als je de tijd hebt om te wachten. Je kunt het natuurlijk ook gewoon in de vakhandel verkrijgen. En ik heb expres deze aflevering maar eventjes deel 1 genoemd. Want wie weet dat ik nog wel meer afstandsbedieningetjes ga uitproberen. Dat merken jullie dan wel. Wie weet, tot dan!